welkom bij deze nieuwe video. Ik zie er een beetje vreemd uit, want ik heb mijn basismake-up al gedaan op mijn huid, maar mijn oogmake-up nog niet. Die heb ik nog niet gedaan omdat ik vandaag twee oogschaduwpaletjes ga testen, die super veel op elkaar lijken. Maar iets wat niet op elkaar lijkt is de prijs. Ik heb hier de Soft Glam van Anastasia Beverly Hills. Dit paletje is 55 euro. Echt. Val van je stoel. Deze is echt heel duur. En ik heb hier de W7 Romance Palette. En deze is 9 euro. Dus 9 euro en 55 euro. De prijs van dit paletje past gewoon bijna 4 keer in deze prijs. Reken is niet mijn sterkste kant. Ik ben goed in taal. Maar deze twee lijken zoveel op elkaar. Ik dacht, ik moet deze met elkaar gaan vergelijken. Dit paletje van Soft Glam heb ik al 2 keer gebruikt. Super mooi. Dit paletje heb ik nog niet gebruikt. Dus ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. En als dit paletje gewoon even goed is als deze van Anastasia, dan scheelt dat je gewoon bijna 40 euro. Het is echt insane. En er zijn al zoveel make-up merken die wat betaalbaar zijn, die gewoon kopieën maken van wat duurdere merken. Ik vind het altijd heel apart dat het gewoon zomaar kan. Want echt, deze twee paletjes qua buitenkant lijken totaal niet op elkaar. Maar de binnenkant is gewoon bijna een clone. En het is W7 die Anastasia heeft nagedaan. Want hun waren eerder. Dus deze heeft zeker deze gekopieerd. Daar is echt geen twijfel aan. Dat ga je ook straks zien als je ziet welke kleuren er zijn gebruikt. Het is gewoon identiek. Dus ik ben benieuwd of de kwaliteit ook identiek is en of ik met het betaalbare paletje gewoon een even mooie look kan maken als met het wat duurdere paletje. Als ik vandaag een beetje anders overkom, ik weet niet hoe het komt, maar ik ben een beetje zenuwachtig ofzo. Ik weet niet waarom, niet per se om de content van deze video, maar ik heb gewoon een beetje een zenuwachtig gevoel. Ik weet echt niet waarom. Maar goed. Ik heb wel genoeg gepraat, laten we gewoon snel beginnen met de video. Kijk hoe schattig dit is. Oké, dit paletje. Dan heb ik hier eerst de Soft Glam van Anastasia Beverly Hills met een spiegeltje. En dit zijn dus alle kleuren. Zo zien dus de kleuren eruit. Je hebt volgens mij 5 glitterkleuren en de rest zijn allemaal mat. Deze kleuren zijn echt heel erg mooi. Dit is echt het perfecte paletje voor mij. Toen ze ook uitkwam met dit paletje en ik hem zag, ik dacht echt, oh my god, I need this in my life. Mijn favoriete kleuren voor oogschaduw zijn bruin, goud, echt dit soort kleuren. En ik heb hem echt al 2 keer gebruikt en ik heb hem pas een week of zo. Ik heb hem nog niet heel lang en ik vind hem echt geweldig. Voor iemand als mij is zo'n paletje geweldig. Als jij ook houdt van bruin en goud en dat soort kleuren, ga je ook echt heel blij zijn met zo'n paletje. Hij is alleen echt super duur. Maar echt de glitterkleuren, je hoeft er echt maar een klein beetje overheen. En het komt al meteen helemaal op je vinger. Het is echt belachelijk mooi. Hij blendt ook helemaal mooi. Ik vind hem echt top. Als je aan mij zou vragen, is hij 55 euro waard? Het is een heel hoog bedrag, maar ik vind hem wel waard. Want er zijn tegenwoordig heel veel paletjes van die prijs die het gewoon niet waard zijn. En die gewoon of niet goed blenden, of de kleur is niet gepigmenteerd genoeg. Of er is altijd wel iets. Voor een prijs van 55 euro of meer verwacht ik dat alles goed is. Dan wil ik een goede pigmentatie. Ik wil dat hij goed blendt. Ik wil geen fallout. Dan verwacht ik gewoon dat alles goed is. En als dat niet is, vind ik hem gewoon niet waard. En bij dit paletje is gewoon alles goed. Ik vind hem echt geweldig. Dan heb ik hier de W7 Romance Palette. Het kwastje is eruit gevallen. In die andere zat ook een kwastje, maar die heb ik aan mijn zus gegeven. En kijk dit paletje ook weer met een spiegel. En ook weer die prachtige kleuren. Echt ook weer geweldige kleuren. Toen ik dit paletje zag, ik was ook weer super enthousiast. Zoals ik al zei, dit paletje heb ik nog niet gebruikt. Dus vandaag voor de eerste keer. Ik ben echt super benieuwd. W7 is echt af en toe heel goed en af en toe is het weer heel slecht. Met W7 kan het echt alle kanten opgaan. Veel van jullie weten ook dat ik het gezicht ben van W7 Nederland. Dat betekent niet dat ik altijd goed zal praten over W7. Sommige producten zijn gewoon iets minder en dat is nou gewoon eenmaal zo. Maar met dit paletje, ik hoop echt zo erg dat hij goed is, want de kleuren zijn echt super mooi. Nou, waar kun je deze paletjes kopen? De Soft Glam van Anastasia op best wel veel plekken. Ik heb deze besteld bij Easy Paris, want ik had een 5 euro kortingsbon omdat ik jarig was. Maar je hebt hem ook bij Douglas, je hebt hem ook bij Hudson Bay. Die 3 plekken weet ik zo uit mijn hoofd. En de W7 Romance heb je gewoon op www.w7cosmetica.nl. En als je kortingscode KORTING10 gebruikt, dan heb je ook nog eens 10% korting. Al mijn kortingscode
Codes staan hier beneden onder de video in de beschrijving. Korting is gewoon altijd geldig. Nou, dit zijn dan de twee paletjes naast elkaar. Zoals je kunt zien, de kleuren komen echt gewoon overeen. En zelfs waar de kleuren allemaal liggen en op welke volgorde, is gewoon precies hetzelfde als die van Anastasia Beverly Hills. Ze hebben het gewoon no shame precies nagemaakt. De verschillen die mij tot nu toe opvallen is, ja, de verpakking, die van W7 is toch iets goedkoper dan die van Anastasia. Die van Anastasia is zo mooi velvet. Hij is iets dikker. Hij gaat ook iets moeilijker en zwaarder open. En dat is ook iets luxer. Zij heeft hier haar naam. Alles is meer glanzend en de kwaliteit is gewoon overal iets beter. Die van W7 voelt niet heel goedkoop aan of zo, maar gewoon goedkoper dan die andere. Maar hij voelt in principe gewoon aan als een doodnormaal oogschaduw paletje voor deze prijs. Oh, ik wil ook nog even snel iets vertellen. Het is nou oktober, dus Halloween maand is begonnen. Ik ga geen Halloween looks maken op YouTube, maar ik maak ze wel op Instagram. Ik heb er al 2 geplaatst en er komen er nog zeker 3 aan. Ik ben van plan om 5 Halloween looks te maken. Dus die komen sowieso. Misschien dat ik daarna ineens denk van ik maak er nog eentje extra of zo, maar dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, ik heb 5 hele leuke Halloween looks, waarvan er nog 3 worden geplaatst. Dus vergeet me vooral niet te volgen op Instagram, want daar komen de meeste make-up looks en make-up tutorials. Oké, nou, dan gaan we gewoon beginnen. Ik gebruik de Anastasia hier aan mijn rechterkant en die van W7 hier aan de linkerkant, dus onthoud dat goed. En ik gebruik ook per paletje obvious andere kwasten die wel op elkaar lijken, maar ik kan niet met 1 kwast in allebei gaan, want dan verpest ik een beetje het idee van deze video. Nou, ik pak eerst mijn Anastasia paletje en dan pak ik deze hele lichte glitterachtige kleur. Die heet Tempera. Tempera of zo, I don't know. En die breng ik aan onder mijn wenkbrauw om die een beetje te liften. Zoals je kunt zien, meteen heel mooi wit daar. Super veel pigmentatie. Echt, I love dit paletje zo erg. Van het W7 paletje pak ik dan ook weer die kleur. En in dit paletje heet die Infatuation. Of zo, ik kan het niet goed uitspreken. En met een andere kwast breng ik die aan onder deze wenkbrauw. Ik zie al meteen dat de pigmentatie een heel stuk minder is. Zoals je ook al wel kunt zien, is deze een stuk lichter dan deze. Dus dat valt al meteen op. Oké, in het Soft Glam paletje pak ik eerst deze lichte oranje kleur. Dit is een hele mooie kleur, die heet Oranje Orange Soda. Oranje. Alsof dit paletje Nederlands is. En die breng ik met een fluffy kwast aan in mijn hele arcade boog. En dan best wel hoog. Ik doe hem best wel hoog. Ik ga vandaag een beetje voor een smoky, bruinige, gouden look. Obvious, want dat zijn echt de kleuren in deze paletjes. Ik heb dit paletje ook gebruikt voor mijn make-up look voor op mijn zus haar verjaardag. Ik bedoel bruiloft. Oh, ik was zo blij ermee. I love it. En dan pak ik die kleur ook weer in het W7 paletje. Dat is dus deze oranje kleur. En deze heet Fling. Wat me al gelijk opvalt, dat in het paletje van W7 is minder poederig. En het paletje van Anastasia is iets poederiger. Toevallig weet ik, is misschien leuk om te weten, is als je oogschaduwkleuren maakt, als je de kleuren heel gepigmenteerd wilt, dan worden ze dus iets poederiger. Dus vandaar dat heel veel paletjes die veel pigmentatie hebben, zijn gewoon heel vaak wat poederiger. En paletjes met wat minder pigmentatie zijn meestal iets minder poederig. Dus dat is wel handig om te weten. Nou, ik breng deze dus ook weer hier aan over mijn hele arcade oog. Ja, deze heeft echt een heel stuk minder pigmentatie. Maar ja, het prijsverschil is ook heel hoog. Ik verwacht niet dat dit paletje nou precies hetzelfde gaat zijn als die andere. Want het is nou gewoon eenmaal een meer betaalbare paletje. Mijn goal is gewoon om te kijken of ik gewoon net zo'n mooie look kan maken met dit paletje als met het Anastasia paletje. Maar dit kost me iets meer moeite. Ik ga iets vaker terug in het paletje, maar ik denk dat ik er uiteindelijk gewoon wel kom. De kleuren lijken in ieder geval heel veel op elkaar. Ik zie geen verschil qua kleur. Dan pak ik van het Soft Glam paletje de kleur eronder. Dit is een iets meer donkere oranje kleur. Een beetje richting bruin. En deze heet Burnt Orange. Dan pak ik weer dezelfde kwast. En daarmee ga ik ook weer in mijn elkaar boven. Maar ik blijf ietsje onder die andere kleur. Want ik wil nog wel dat je die andere kleur kunt zien. En ik focus me vooral op de buitenhoek. Deze twee kleuren blenden ook weer echt geweldig in elkaar. En dan pak ik hier die kleur ook weer. En hier heet die Fairy Tale. Deze kleur. Ik ben niet zo blij met deze kleur. Want hier komt er echt bijna niks vanaf. Die andere kon ik nog een beetje opbouwen als ik gewoon meer aanbracht. Maar hier, ik breng nou al de hele tijd meer aan. Maar het is gewoon een beetje alsof het gewoon wegvervaagt steeds.
Het blijft niet echt zitten op mijn oog of zo. Kijk, hier is het nou echt al iets donkerder geworden. En hier is het gewoon nog steeds licht. En ik ben echt al, ik ga echt al de hele tijd erin. Maar het wil gewoon niet donkerder worden. Oké. Dat is apart. Nou ja, hier moet ik het dan maar gewoon even mee doen. Dan ga ik weer terug in het andere paletje. Nou pak ik de kleur. Even denken wat ik wil doen. Ik pak deze beetje koele bruine kleur. Die heet Rustic. En met gewoon weer dezelfde kwast. Ik gebruik bij heel veel looks gewoon de hele tijd dezelfde kwast. Dan pak ik die kleur en die doe ik vooral in de buitenste hoek. Dus een beetje op mijn ooglid ook nou. En ik ga niet te hoog ermee. En zoals je kunt zien, hier geen fallout, hier ook geen fallout. Dat vind ik wel fijn aan deze paletjes. Want dan kun je gewoon eerst beginnen met je gezichtsmake-up. En ik blend het tot ongeveer het midden van mijn oog. Ik ga niet helemaal naar binnen, want daar wil ik het gewoon licht houden. Ik wil echt een soort van cat eye maken. Een soort van smoky cat eye naar de buitenhoek. En ik blijf gewoon zo blenden. Mensen, je moet echt best wel lang blenden. Ik weet dat in de video's ik knip en plak heel veel, waardoor het lijkt alsof ik minder lang blend dan dat ik normaal blend. Maar mijn zus was laatst hier. En toen heb ik haar opgemaakt en zij schrok ervan van hoe lang ik blend. Zij zei ook van in die video's is het echt alsof jij maar heel eventjes blendt. Maar ik blend echt best wel lang. Dus je moet echt best wel even door. Maar ik blend gewoon echt door totdat het gewoon goed is geblend. Ik blend niet een bepaalde tijd lang. Ik blend gewoon totdat. Dus totdat het gewoon goed is. En als je een punt bereikt waarin het niet meer echt wil blenden, maar je vindt het nog niet goed genoeg geblend, dan pak je iets meer kleur en dan blend je daar weer mee verder. En dan ga ik weer naar het andere paletje, weer die kleur en hier heet die Romeo. Het paletje heet ook Romanced, dus al de namen hebben een beetje te maken met romantiek. Dat vind ik wel leuk gedaan. En die breng ik hier weer ook aan in vooral de buitenste ooghoek, net als bij het andere oog. Oké, ik begin wel een beetje zorgen te maken om dit paletje. Er komt echt niet veel pigmentatie vanaf. Gewoon echt bijna niks. Oh my god. Oké, nou het begint al iets donkerder te worden na 100 keer erin te moeten gaan. Oké, nou deze kleur heeft het allemaal wel iets donkerder gemaakt. Maar niet zo donker als deze. En niet zo donker als dat ik zou willen. Het kostte ook aardig wat moeite. Bij deze ben ik er echt letterlijk één keer in gegaan. En heb ik gewoon geblend en was ik klaar. En bij deze ben ik er echt zeker 6-7 keer ingegaan of zo. Om het een beetje donkerder te krijgen. Dus dit is een beetje een struggle. Maar goed. Ook blend je niet heel mooi met de rest van de kleur. Het is een beetje patchy hier. Het wil niet goed blenden. Maar goed. We gaan gewoon door. Ik probeer er gewoon iets moois van te maken. Oké, nou dan weer het andere paletje. Nou pak ik deze donkere bruine kleur. Hele mooie kleur. En die heet Cypress Umber. Umber. Ofzo. En nou pak ik twee blending kwasten die iets kleiner zijn. En ik ga die kleur weer in de buitenste ogen doen om het weer nog donkerder te maken. En ik blend het echt helemaal uit naar de zijkanten. En dan met die grote fluffy kwast ga ik het weer uitblenden. Dan pak ik die kleur ook in het W7 paletje. Hier heet die Affair. En met ook weer een kleine fluffy kwast. Ga ik het bij het andere oog aanbrengen. En ook weer echt in de buitenste ooghoek. Oké, ik ben blij dat deze kleur wel donker is. Deze is iets beter gepigmenteerd gelukkig. Misschien kan hij de look nog een beetje redden. Nog steeds wel een beetje patchy. Blenden is een beetje lastig. Wat ook opvalt is dat de W7 kleuren echt helemaal overal heen waaien en overal heen gaan, zoals je kunt zien. Kijk, hier is het gewoon mooi en blijft op zijn plek en blijft gewoon netjes. Terwijl hier echt, het gaat gewoon alle kanten op. Het wil gewoon, ja, het wil niet blenden en het gaat alle kanten op. Ik heb heel even een beetje ingezoomd om het goed te laten zien, zoals je kunt zien. Dit oog is veel donkerder, veel beter geblend, veel netter ook, vooral de buitenste ooghoek. Terwijl hier is het gewoon echt zo een klein bruin vlekje. Ik zie hier gewoon een bruine streep. Hier is het helemaal niet netjes. Het is echt een beetje overal heen gevlogen. Het is allemaal een beetje lastig met dit oog. Oké, ik ga nog een beetje verder blenden en dan kunnen we zo meteen verder. Dan ga ik nou voor een hele mooie gouden glitterkleur op mijn oogleden. Ik gebruik dit platte kwastje van Morphe. Aan de ene kant doe ik de W7, aan de andere kant de Anastasia. En ik heb hier deze spons waarmee ik het er ook weer zo kan afhalen. En het gaat er oprecht helemaal vanaf.
Dus eerst beginnen met, even kijken, het Soft Glam paletje. En ik pak deze prachtige gouden glitterkleur. Ik heb die nog niet gebruikt, maar dit was echt de eerste kleur die mij aansprak. Maar ik heb hem nog niet gebruikt omdat ik nog geen look maakte waarbij ik die kon gebruiken. Die heet Bronze. En ik ga mijn kwast nat sprayen met een setting spray van BH Cosmetics. Oh, kijk hoe mooi. Kijk die kleur. En dit is van één keer te hebben gepakt uit het paletje. Dit is echt heel mooi. Dit is met één keer in het paletje te zijn gegaan. Kijk hoeveel er van afkomt met gewoon maar één keer erin te gaan. Maar ik ga er nou in voor de tweede keer, omdat ik het altijd heftig wil hebben. Oké, en dan pak ik weer deze donkerbruine kleur, Cypress Umber. En dan met de kleine fluffy kwast ga ik het inblenden. Dat de twee kleuren mooi in elkaar blenden. En dan breng ik weer een klein beetje aan van dat goud. Van de gouden kleur is er wel een klein beetje fallout hier. Dat ga ik er zo afhalen. Dan pak ik weer mijn W7 paletje en dan pak ik ook die gouden kleur. En in dit paletje heet die Valentine. Dan maak ik even mijn kwast schoon. Dus nou zit er helemaal niks meer op. Maak ik hem weer nat met de fixing spray. En dan ga ik die aanbrengen. Ik hoop dat deze wel mooi is. Oh, wauw. Ook heel mooi deze. Hij is iets meer glitterig dan die andere. Ja, daar kun je van houden. Sommige mensen vinden dan niet zo mooi die glitter. Die willen gewoon glans. Deze is meer glans, deze is meer glitter. Maar ik vind hem heel mooi. Ik moet wel ook weer vaker terug in het paletje gaan. Maar dat maakt voor mij nou even niet uit. Want de kleur is heel mooi. En dan heb ik dat er wel voor over. Waar ik een hekel aan heb is als ik er 100 keer terug in moet gaan en er niks van afkomt. Maar hier komt wel gewoon iets vanaf gelukkig. Ook deze kleur heeft fallout. Het valt ook een beetje hier onder mijn oog. Net als het andere paletje. En dan pak ik weer die donkerbruine kleur Affair. En daarmee ga ik het een beetje uitblenden. Oké, ik heb weer een beetje ingezoomd, zodat we het iets beter kunnen zien. Ik vind de kleuren allebei heel mooi. Deze is iets feller, iets lichter dan deze. In principe dat die iets lichter is en feller vind ik mooier. Maar zoals je ook wel kunt zien is deze veel smoother. Het is veel meer egaal op mijn oog. Terwijl deze is een beetje korrelig. Je ziet allemaal van die... Je kunt heel veel textuur zien op mijn ooglid. Terwijl hier heb je dat niet. Dus ook met deze kleur vind ik daardoor deze kant mooier. Ik ben ook gewoon blij dat allebei die kleuren mooi aanbrengen met een kwast. Want het is ineens een trend of zo dat je allemaal glitterkleuren in paletjes krijgt die je met je vinger moet aanbrengen. Ik heb daar echt zo'n hekel aan. Ten eerste worden heel mijn handen vies. En ten tweede, ik heb altijd lange nagels en ik kan nooit zo goed dan op mijn ooglid. Ik vind het echt zo irritant. Dus ik ben blij dat met deze paletjes je gewoon een kwast kunt gebruiken. Oké, dan op mijn onderste wimperrand ga ik ook bruine matte kleuren aanbrengen die ik net ook heb gebruikt in mijn arcadeboog. Ik ga drie kleuren aanbrengen in dezelfde volgorde als boven mijn oog. Ik ga eerst beginnen met deze oranje kleur Burnt Orange. Dan deze bruine kleur Rustic. En dan de donkerbruine kleur Cypress Umber. En dan bij mijn W7 oog ga ik het ook weer precies doen in die volgorde. Ik ga eerst deze opdoen, dan deze, dan deze. Met obvious twee verschillende kwasten. En ik ga daarvoor deze twee kwasten gebruiken. Het zijn hele kleine penseelkwastjes. Oké, en als laatste pak ik weer deze lichte glitterkleur die ik ook onder mijn wenkbrauw had gebruikt. In het Anastasia paletje heet die Tempera. En die doe ik in mijn binnenste ooghoek. En dan in het W7 paletje ook weer die kleur die ik hier niet kan uitspreken. Infatuation ofzo. En die breng ik ook aan in de binnenste ooghoek. Ik breng hier weer iets meer van aan dan van het andere paletje. Want deze is echt minder gepigmenteerd. Oké, het kleine beetje fallout nu bij allebei de ogen wegwerken. En dan is in principe de oogschaduw ook af. Nou, dan is dit de afgeronde ooglook. Ik denk dat we wel kunnen zien wie heeft gewonnen. Deze is dus Anastasia, deze is W7.
W7. Ik had gewoon echt moeite met blending, pigmentatie. De twee donkerbruine kleuren die gaven echt bijna niks. Het was de meest donkerbruine kleur. Die heette, even kijken, Affair. Die het hier echt iets donkerder heeft gemaakt, gelukkig. Maar zoals je kunt zien is het echt heel patchy. Het wilde allemaal niet goed blenden en dat soort dingen. En in de buitenste hoek blend je gewoon te ver, zoals ik net ook al zei. En deze ooglook is echt prachtig. Hij is gewoon perfect geblend. Het blendt allemaal heel mooi in elkaar. Het is gewoon heel netjes. En ja, ik ben toch wel blijer met deze look dan met deze look. Nou, ik heb mijn look even verder afgemaakt. Ik heb eyeliner gedaan, nep wimpers, een bruin oogpotlood, blush, contour, lippen. Voor mijn lippen, ik heb de Essence Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. In de kleur, even kijken, dit is de kleur 01 Dusty Romance. En ik heb er een Catrice Gloss overheen. Dit is de Volumizing Lip Booster. In de kleur 50 Sincerely Nude. Deze is echt super mooi. Ik hou van deze combo. Nou, ik moet zeggen dat nu de look af is en ik gewoon mijn ogen open hou. Je niet heel goed kunt zien dat dit twee verschillende oogschaduwpaletjes zijn. Op zich, het lijkt een beetje op elkaar. Ik persoonlijk zie wel heel goed het verschil. Deze ooglook is gewoon echt een stuk beter gelukt dan deze ooglook. Maar gelukkig heb ik hele lange wimpers op, waardoor dat minder opvalt. Nou, dit is nou echt een ooglook waar ik echt van hou. Als je tegen mij zou zeggen, je mag nog maar één ooglook voor de rest van je leven, is het dus dit. Ik hou van bruin gouden ooglooks. Echt, I love it. Ik maak ze niet heel vaak, omdat ik gewoon van afwisseling hou. En ik niet steeds dezelfde look wil maken, omdat jullie dat ook niet willen zien. Ik maak altijd heel veel verschillende looks. Maar deze make-up look is echt mijn favoriete make-up look. Nou, dan mijn eindmening over deze paletjes. 55 euro, 9 euro. Welk paletje is beter? Dat is dus echt absoluut deze. Dat zag je ook wel aan mijn video. Ik denk dat iedereen het wel heeft kunnen zien. Dit paletje is gewoon echt veel beter. Hij is super mooi. Deze kleuren zijn echt geweldig. Maar ja, hij is ook 55 euro. Hij blendt perfect. De pigmentatie is mooi. Ik vind deze echt geweldig. Dit paletje van W7 vergeleken met dit paletje verliest hij echt. Want de pigmentatie was gewoon niet zo goed. Hij blendde ook gewoon niet goed. En vooral vergeleken met deze wint hij gewoon niet. Maar ja, er is ook gewoon een heel groot prijsverschil. Dus in principe, ze zijn ook gewoon niet vergelijkbaar met elkaar. Ik moet wel zeggen, het is me wel gelukt om gewoon deze ooglook te kunnen maken met een W7 paletje. Maar het is iets minder mooi. Als ik nou dit paletje niet vergelijk met die van Anastasia en gewoon mijn mening moet geven over dit paletje en ook gewoon voor de prijs. De kleuren zijn prachtig. Echt heel mooi. De glitterkleur vond ik ook heel mooi. Ondanks dat hij niet heel egaal is en je een beetje de structuur kunt zien van je oog, vind ik het absoluut niet lelijk. Er was ook geen fallout. Nou, ik heb ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 5 matte kleuren gebruikt volgens mij. De pigmentatie is gewoon oké. Is niet heel erg goed, maar niet heel erg slecht. Ik moet wel zeggen van deze bruine kleur, die heet Romeo, vond ik hem wel gewoon ronduit slecht. Want je zag gewoon geen kleur. Het was echt belachelijk. Die vond ik gewoon absoluut slecht. Deze bruine kleur vond ik wel gewoon mooi gepigmenteerd. Gewoon normaal. Maar hij blendde gewoon niet heel mooi. Hij is gewoon echt een beetje patchy hier. Vind ik dit paletje het waard? Hij is maar 9 euro. Maar vind ik hem echt waard? En zeg ik echt van wauw, deze moet je echt hebben. Dat niet per se. Omdat hij, ja, gewoon voor mij niet genoeg blendt. Ondanks de prijs. Er zijn heel veel paletjes van rond de 10 euro. Die gewoon veel beter blenden. En gewoon veel gepigmenteerder zijn. Dus in dat opzicht. Maar ik moet wel zeggen, als je deze kleuren mooi vindt en je niet zo van dit soort heftige looks maakt en gewoon een beetje die kleuren over je oog wil doen en gewoon snel naar buiten wilt, is die gewoon prima. Nou, dit was dan het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat me weten wat jullie vonden van de look. Welke vinden jullie beter? Deze of deze? Let me know. Laat me weten wat voor soort video's je nog meer zou willen zien. Ik post elke woensdag en zondag om 1 uur. En af en toe nog wat extra video's. Meestal op vrijdag om 1 uur. Vergeet ook vooral niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende. Doeg!